Oké, jongens en meisjes, we zijn dus aangekomen op een verlaten locatie. Dat is best wel gaar hier en alles. En ik hoor dit het rage schreeuw staan achter. Ik weet niet waar het vanaf komt. En we zien een beetje het rook vanaf komen ergens. Ik weet niet waarvan. Maar dat is heel raar. Dus loop mee. Dit is gewoon een huis eigenlijk van studenten geweest. Waar studenten... Waar de studenten vroeger eigenlijk wonen. We gaan niet echt de tuinen. Anders doen we eigenlijk een soort van inbreken. Ja, dat is wel leuk. Dan gaan we verder. Even langs zijn daar. Dit is ook gewoon een tuin wat half is ingestort of wat dan ook. Ik weet niet wat hier is gebeurd, maar die dingen allemaal zijn al een beetje ingestort. En dit hier zo, het hangt allemaal een beetje zo. Ik ga er niet onder doorlopen, want dat is een beetje te riskant. Ik zou wel een beetje bijleg geven, of heb ze nog leeg? Misschien nog. Ja? Oké. Ja, deze hokken zijn allemaal dicht. Kom niet meer in. Dan gaan we verder, naar het volgende huis. In principe mag je er gewoon inlopen, want het is gewoon een leeg stuk waar geen hek voor in staat. Hier zo hangen vroeger allemaal dingen op aan de wasling. Ja, dus elke vrouw of man, ik weet niet wat het is, vrouw of man. Goed. Hier zo achter is het huis. Hierin is eigenlijk een huis, maar dat hebben ze helemaal dichtgemaakt. Nice, ik vond het goed. ik heb het niet goed, kut. Oké, okay, en nu van nog op. Oké, en hier zo. Eigenlijk, dit is eigenlijk gewoon bijna het laatste huis al. Hier zo kun je nog in. Dat mag eigenlijk niet, maar u laat het niet even snel zien. Ik ga ook niet hier naar boven, want hierboven kun je ook oplopen. Is een soort dakje, dus dat. Is een soort dakje. En ik weet niet of het nog stevig staat. In ieder geval, je hebt wel een tang. Wat? Hoe ze is, daar heb ik ook niks mee aan. En voor de rest, het zit niet meer zo stevig vast. Maar ja, hier is het dus gewoon een normaal huis. En dus de tuin geweest van die man of vrouw, ik weet niet wat het was. Dit waren gewoon twee hokken. Dan gaan we verder. Hier is dus nog echt een grote tuin eigenlijk, gewoon van iemand geweest. Maar ja, we gaan eens kijken. Ik heb aan alles geweest, dus gewoon een kippenhokje geweest. Zo dat je uit. Maar ja. Dames en heren, ik sluit thuis de vlog even af, want mijn kamer is erg leeg. Dus ik zie jullie weer thuis.